Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik zie er een beetje belabberd uit, want ik heb heel erg last van mijn hooikoorts. Het is te warm voor mijn gezichtsmake-up. Oogmake-up kan ik niet verdragen. En mijn wenkbrauwen, ja, die had ik best kunnen doen op zich. Ga ik daar nog even doen. Ik ga lekker 3 dagen met mijn vriend naar de voerstreek. Heel veel zin in. We gaan daar lekker leuke dingen doen. Een beetje cultuur snuiven. We willen misschien nog een dagje naar Aken of naar Maastricht of zo. Gewoon heel veel zin in. En ik ga jullie meenemen. Ik ga niet al te veel filmen. Mijn vriend wil namelijk niet in beeld en dat respecteer ik. En ik ga gewoon een beetje de hoogtepunten filmen en vloggen. En ja, kijken waar het schip strandt. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Het is ook heel warm. Ik ben heel erg bezweet. Maar ik ga nou naar hem toe. En dan vanuit hem gaan we dan vertrekken naar de voerstreek. Het ligt in België. Officieel is het volgens mij nog Vlaams. Maar het kan goed zijn dat ze daar Frans spreken. Ik kan het allemaal, maakt me niet uit. Ik vind het nog best leuk om te oefenen. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Hallo, hallo, hallo. Wij zitten op de soort autosnelweg is het denk ik, autoweg. Ik mag hier in ieder geval 90 rijden. We gaan nu richting Luik. En volgens mij hoeven we Luik niet door. Gaan we voor Luik ergens af of zo. We hebben lekker even goedkoop getankt, want we zijn een blijven Hollanders. We hebben lekker goedkoop kunnen tanken. Was dit een kerkje of zo? Of een oud klooster, ik weet niet, maar het ziet er in ieder geval mooi uit. En dan film ik weer een stukje. We zijn nou in Leut. En dan hier moet een mooi kasteeltje te zien zijn. En dan gaan we even kijken of we daarbij kunnen komen als het überhaupt hier is. Ik zie daar wel, maar dat is niet echt een kasteeltje daar in de verte. Die daar erbij kunnen. Dit is het kasteeltje. Hetgeen hier naast mij wat aan het stuur zit, vond het lelijk. Dat vind ik zelf nog wel meevallen. Oké, het is een lelijk gebouw, maar dat hoort een beetje. Ik denk dat dit dan nieuw aangebouwd is. Dat het er officieel bij hoort. Dan nog zo'n koetshuisje. Dan ziet het er toch best cute uit. Ik weet alleen niet of hier ook naar binnen kan. Maar dan gaan we eens even kijken. We zijn even een stukje omgelopen. En dit is de achterkant van het kasteeltje. Hier konden we net niet door. Daar, zo. We gaan nu even teruglopen, want we kunnen er niet in. Het is gewoon helemaal verlaten en ook niet onderhouden. Dat is best jammer. Maar ik kan hier wel mooi wandelen. We zijn nu in de voerstreek. We hebben net even lekker koffie gedronken. Moet je kijken hoe mooi het hier is. Je waant je echt zo in Italië of Frankrijk, zei ik al net. En het is hier echt super mooi uitzicht. En ja, gewoon heel bijzonder om hier nou te zijn. Dit ben je gewoon in Nederland helemaal niet gewend. Althans, ik niet. Laat ik het zo zeggen. Dit is ons onderkomen voor de komende 3 dagen. Heel erg pittoresk en oud en ja, gewoon heel cute. Wel een televisietje. Wens ons maar een fijne vakantie. Wij hebben lekker gegeten. We zijn al een beetje door voeren aan het rijden. Ik vind het wel allemaal heel bijzonder. Allemaal, ja, in België hebben ze veel meer bouwvrijheid, zeggen ze wel eens. En dat zie je ook, want je ziet zoveel verschillende huizen en... Dit is nou niet meer in het centrum. Maar in het centrum stonden ook heel mooie kerkjes waar we ook misschien nog een keertje naartoe willen. En kapelletjes en gewoon heel leuk. We gaan even een stukje rijden. En nu zijn we in het centrum van Voeren. Mijn vriend zei net hier een klooster, een kapel en een kerk voor zo'n klein dorpje. Je kijkt dan in de verte, klein schattig kapelletje. Oh, was geetje. Koedie koedie koe. Maar ja, ze zijn hier ook natuurlijk altijd heel katholiek geweest. Dus ja, het draaide toen allemaal om het geloof. En dit zijn nog wel de overblijfselen daarvan. Daar zie je het daar nog wel aan. Een heel spektakel. Ons bed and breakfast ligt echt 50 meter verderop. En we kunnen er niet door. De brandweer is er. En een of andere imker. Misschien, ja. Of, ja, een of andere. Ja, iets aan de kabels zei jij net al. Misschien dat dat is. Ik weet het niet. Maar dan hoef je toch geen imkerpak aan. We weten het niet, maar in ieder geval kunnen we er niet door. Iedereen gaat omdraaien daar, dus ik ben bang dat wij dat ook moeten doen. Oh, het is een beetje donker hier. Of ja, wel licht, maar geen mooi filmlicht. We zijn weer terug in de bed and breakfast. Best wel een stukje gehad. Voorstreek is eigenlijk niet zo groot, kwamen we achter. Ook heel bijzonder die switch van Frans naar Vlaams. Dat je echt gewoon een straat uitrijdt en dan is het dan ineens Franstalig. En een verder straat verderop is het weer Vlaamstalig. Ook hele mooie gebouwen en echt oud en echt dingen waar we bij ons gewoon
ja, niet zo snel hebben. Tenminste, dat idee heb ik dat we dat bij ons niet hebben. Of ja, wij knappen het helemaal op. Of ik weet het niet. Maar dat heeft, het heeft echt een charme. Ik vind het echt een mooie streek. Wij gaan nou lekker even een filmpje kijken. En dan snel. Nou, niet snel, maar gewoon slapen. Morgen gaan we naar Aken. Ik heb gefixt dat we naar de DM gaan. Daar is er eentje blij mee. Ik word hier heel vies aangekeken. Nee hoor, met een lach word ik vies aangekeken. Goedemorgen. We zitten even aan het ontbijtje. Ontbijt op bed vandaag eventjes. Lekker. Met een eitje en een gebraden gehakt. En thee. En het is trouwens een heel leuk systeem. Die staafjes moet je erin houden. En dan roeren. Ik heb het wel eens eerder gezien, maar ik vind het grappig. We gaan daar naar Aken. Nou gaan we voor de rest van de dag wel zien. Ik zit even heel erg te lachen. Want ik heb geen oogschaduwkwasten bij me. En toen zei hetgeen wat hier naast me ligt. Zei ik, je hebt toch een kwast. Mannen en make-up is toch altijd leuk. Wij zitten weer in de auto. We zijn net naar een antiek handelaartje gegaan. Wat we allemaal heel erg interessant vonden. Nou, mijn vriend wel, maar ja, ik niet zo. Maar goed, we moeten ook dingen doen die, ja, die je zelf niet leuk vindt en iemand anders wel. We rijden nu de Nederlandse grens over. En ja, dan gaan we richting Aken en even naar de DM. Hij de antiek handelaar, ik Aken. En ja, dan gaan we even shoppen. Joehoe, de DM. Daar word ik blij van de DM. Mijn favoriete winkel. Dit is die abdij van Buurtscheid. Buurtscheid of zoiets. Zit me niet uit te lachen hierachter. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar daar zouden we misschien op de terugweg even gaan kijken. Want we hebben nou dus betaald, of ja, geparkeerd, bijgestort zeg maar. En dan gaan we even dat straatje daarin een stukje lopen. Dus 3 kilometer lopen naar het centrum. En daar hebben we wel even zin in. Nog een heel mooi stuk van de abdij. We zijn even tussendoor een winkelcentrum binnengestapt. Waarvan we van de buitenkant nooit hadden kunnen vermoeden dat het zo groot was. Het is echt groot. En ook heel veel sale en zo. En daar moet ik vooruit kijken, want daar ben ik gevoelig voor. Maar ik hoop dat dat ik word tegengehouden. Als ik ergens binnen wil, dan ga ik vragen. En dit is ook echt een heel mooi kerkje. Sint Ad Albert heet het. Een Romaans kerkje. Maar ja, we kunnen niet alles. We kunnen niet overal in en naartoe. Dus we moeten nou eventjes door. Ben ik bang. Maar het is wel echt mooi. Ja, we hebben hier de Dom. De Dom. Een van de twee, net hoe je het uit wil spreken. Sorry. Niemand. En we gaan kijken of we erin kunnen, want dat willen we eigenlijk wel. We zijn nu in de Nicolaaskapel, die hoort bij de kerk, bij de Dom. Heel mooi kapelletje. Ik hou veel meer van dit dan van dat hele grote goud en zo wat allemaal in die kerk hangt. Dit is meer mijn stijl. Ik word hier ook wel wat rustig van, merk ik. Kruisbeeld van Jezus. Wij zijn nu weer een eindje verder. We zijn in Monza. Het regent, maar we hebben een pleurenpluutje. Dit is echt wel grappig, want wij hebben een serie gevolgd. En die heet The Missing op Netflix. Dan is er dus ieder seizoen iemand vermist. En in het tweede seizoen raakt er een Duits meisje vermist. En dan wordt er hier dus een stukje gefilmd. En dan loopt ze dus hier over dat bruggetje. Ja, en dat is echt heel grappig, want dat is dus hier opgenomen. Ze doen alsof dat in Zwitserland is, maar dat is dus niet. Ondanks dat het regent, is het hier toch wel heel erg mooi. Gewoon Monchot, gewoon een heel mooi plaatje. Gewoon leuk. Hoi hoi. Het is weer een nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ik heb best een goede make-up dag al. Wij gaan lekker met het stoomtreintje mee. We zijn nu in Welre of zoiets. En dat vinden we allebei heel erg leuk, dus dat gaan we lekker doen. We hebben lekker uitgeslapen, heerlijk ontbeten, lekker een beetje relaxed. En ja, we gaan er weer een leuke dag van maken. Ga je mee? Kijk, spoorlijntje. Daar zit ze met de benen op het spoor, gewoon niet mag. En ja, hier komt hij. Ik weet eigenlijk niet van welke kant dat hij komt. Of van die kant of van de andere kant. Daar komt hij aan. Weliswaar 20 minuten te laat, maar daar gaan we niet over zeuren. Want hij komt. Daar is de stoomtrein. Treintje.
rijden. Volgens mij rijdt hij achteruit en dat maakt niet uit. Nee, dan mag de pret niet drukken. Echt heel leuk, het is echt een ouderwets locomotiefje. Je zit in het treintje, hartstikke leuke ouderwetse bekleding. Veel film, anders film met het hier naast mij, dat wilde hij niet graag. We zijn nu op de terugweg. Ja, het is met een dieseltrein nou. Het is een Duitse railbus, heet dit. Het ziet er zo uit van binnen. Ja, van buiten, ik heb het niet gezien, maar daar ga ik graag filmen. En ja, de Limburgse heuvels, Zuid-Limburg, gewoon heel super mooi. Leuk. Ik hoop het te zien. Hier hebben we nog een stukje van de buitenkant, dat is de locomotief. Dit is het treintje zelf. Er loopt hier ook allemaal van die opa's rond in die oude spoorwegkleding, zeg maar. Heel erg leuk. Hier hebben we nog het wisselkantoortje waar ze dus de sporen wisselden, toch? Wissels bedienen. Wissels bedienen, ja. En dat is eigenlijk ook best wel heel erg stoer om te zien. Ik heb dat echt nog nooit eerder gezien eigenlijk. Heel mooi bijgehouden en ja, ik denk dat daar dan een soort van herdenkingsgebouwtje is of zo en dat dan daar achter de graven liggen. Heel luguber, niet echt die twee voor je lol doet op vakantie, maar het is wel heel interessant denk ik en ja, moet vind ik zelf ook stilstaan bij degene die onze vrijheid hebben gegeven en ja, ik vind dat we daar dankbaar voor mogen zijn, dus ik vind het wel belangrijk om dit ook te doen. Net dat tegen mijn lief krijg ik hier helemaal koud. Ik vind dit zo'n indrukwekkend iets. Ook al die namen en hoe jong ze waren. Maar gewoon huisvader. Echt heel heftig. Die rijen graven, allemaal gestorven voor onze vrijheid. En als de Duitsers de oorlog hadden gewonnen, dan waren dit terroristen geweest. Dus de winnaar maakt de geschiedenis en dat is hier ook zo. Ja, die sterren, hè. Ja, die had ook wel warm voor te vechten. Ik kreeg er helemaal koud van. Ik zei net tegen mijn lief, ik zeg, ben je ook best wel anoniem en als je hier ligt, weet je, er zijn zoveel, je kan echt al die namen niet onthouden. En hij zei ook dat er ja, de Duitsers een grijs kruis had. En ja, dat is eigenlijk best wel luguber. Want ook daar waren maar gewoon huistuin keukenvaders, net als deze jongens. Er zat een bloemetje bij. Dus er komt misschien ook wel familie ooit of zo. Die wonen in Nederland of jullie. We zijn we toch op een geel plaatje. We zijn in Bruisterbos. Mega grote stad. Nee, maar juist nu is het gewoon leuk om dit soort dorpjes een beetje in te gaan. En ja, ik moet even ook mijn hoofd resetten, moet ik zeggen. Want ik ben er toch best wel van, ja, onder de indruk. Ik vind het wel heftig. En ik voel ook zo'n golf van dankbaarheid, zeg maar. Een kapelletje. Ze zijn helemaal mega katholiek, heb ik het idee. Zo grappig, wel die kleine dorpjes hier hebben allemaal een spar. En de spar associeer ik echt met hele kleine dorpjes. En net kwam ik een geboortebordje tegen daar terug en dat stond na 9 maanden eindelijk ontsnapt. Die vond ik wel leuk. Het nog koelere Terlinderen. En waar hadden we net? Botshol of zoiets? Of Bots nog iets? Maar allemaal hele... Banholt, dat was het. Allemaal hele kleine schattige, pietpeuterige dorpjes met een kerk en verder niks. Kerk en een huis of zo. Het is wel handig, is degene die daar woont en de dokter en de slager en de priester en alles tegelijk, want ja, dat moet. Het is wel, ondanks dat het zo donker weer is, wel gewoon leuk om zo eens rond te rijden en zo wel die kleine schattige dorpjes te bekijken. Dat is wel echt mijn ding, vind ik leuk. Goedemorgen, ik ben lekker lam en lui, ik heb heerlijk geslapen en eigenlijk ook gewoon lang, maar de, ja, eigenlijk word je daar alleen maar meer moe van. We zitten even te wachten in de auto. Maastricht, omdat het regent. En als het eigenlijk een beetje droog is, dan gaan we even de stad in. Even wat dingetjes bekijken en zo. Maastricht is gewoon een hele mooie stad. En ondertussen ga ik lekker nog even dutten. Terwijl vriend lief op zijn telefoon speelt.
vul ik mijn tijd met slapen. Goed hè? Het mooie stadhuis van Maastricht. Daar ben ik ooit in geweest op Flikkerdag. Dat is een VIP exclusive. Ik ben helemaal fan van Flikker Maastricht, dus dat was toen heel leuk. Wat ben je in Maastricht geweest doen? Bij de sale van H&M wees kijken. Ik vind deze wel leuk. Want ik hem. Dat is echt leuk. De Maas bij Maastricht. Nou, net achter de bomen daar zit een heel mooi kerkje. Ik heb trouwens al een aankoop gedaan bij de H&M. Kijk, kerkje. Mooi. Een heel mooi jurkje gekocht voor een tientje uit de sale. Ziet er wel vies uit het water, maar ik denk dat dat de hele maat is. Hier hebben ze een Flikker Maastricht ook overheen gevaren. Om achter de criminelen aan te zitten. Of het fruit of. Ook precies zoals ik het me voorstel en precies zoals het er in Flikker Maastricht uitziet. Ja, dat is eigenlijk mijn enige referentiekader waarop ik Maastricht zie. Ik weet niet wat dat is, dat huisje. Maar het is leuk. En hier zijn inderdaad ook altijd de kerstmarkten. Dat is ook heel leuk. Maar nou is het geen kerstmis. Kerstmis, dat vinden mensen irritant als ik dat zeg. Dus zeg ik het lekker nog een keer. Kerstmis. Maar het is wel gewoon mooi, ondanks dat het een beetje regenachtig is. We zitten even bij La Place en ik ben toch best wel weer stout geweest. Ik heb afgelopen maand 700 euro dingen verkocht op de marktplaats. Dus aan de andere kant, deze wil ik al heel lang zetten. Al meer dan een half jaar op mijn lijstje of zo, als het geen jaar is. En ik heb het toch gekocht. Ik heb nieuwe spulletjes van het assortiment van Catrice gekocht. Die ik graag wil proberen in een video. Paarse palet. Ik had al in Duitsland wat dingen. Wat spullen van Pixi. Deze ga ik allemaal niet in een shopblok laten zien. Glow Matte Cleanser. Met glycolzuur. Een blush van Urban Decay die nu 70% korting was. Daar heb ik nog maar 11 euro voor betaald ofzo. En een retinol tonic. Die is redelijk nieuw bij Pixi. En bij de Hudson Bay waar we nu zijn hebben ze dus Pixi. En dan nog wat vakantiepakkingen van de tuinen die ik graag wilde proberen. En een jurkje bij de H&M. Hallo, hallo, hallo. Wij zitten weer in de auto. Vind ik liefst even de tom-tom aan het instellen. We gaan weer langzamerhand naar huis. We zijn allebei een beetje moe. En we hebben echt een hele fijne, heerlijke vakantie gehad. Van allerlei leuke dingen gezien, leuke dingen gedaan. Het heel fijn gehad. En dit is dan ook het einde van deze vlog. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doet altijd heel erg goed. Vind ik leuk als je het doet. Oh, we gaan rijden. En heel erg tot de volgende video. Doei!